Hoi, welkom bij InVirtual. Ik ga jullie eventjes rondleiden door ons bedrijf. We zijn een internetbureau en we maken naast natuurlijk websites wat je verwacht van een internetbureau ook mobiele applicaties. We zitten in Amsterdam. Het is een gebouw waar meerdere mediabedrijven zitten. Die tussen de ramen door de arena. Denk niet aan een mobiele applicatie wat alleen een spelletje is, maar bijvoorbeeld een mobiele applicatie wat een verlengstuk is van een webomgeving. En dus onze missie is om de kwaliteit van dat soort online producten te verbeteren. Dit is onze Wall of Fame. Wat we doen als we een project hebben opgeleverd, dan zetten we deze op de wand. Want het geeft gewoon een kick als je weet dat wat je maakt door iedereen gebruikt wordt natuurlijk. Dat is het leukste eraan, vind ik dan. Heel erg belangrijk natuurlijk. Waar we ons kopje koffie halen, menig kopje koffie of kopje thee, is toch een beetje het centrum van het bedrijf. We hebben één keer per maand hebben een First Friday. Dat is eigenlijk een moment waarin wij vertellen waar we met z'n allen mee bezig zijn. De mensen die we zijn begonnen was ooit een technische man en een creatieve man. En in 1995 had er nog heel weinig gebeurd op internet. Dus iets hadden van, hey, volgens mij als je techniek en creativiteit combineert, kan je veel meer dat medium doen. Dat je vanuit één team creativiteit en techniek moet hebben. Dus we besteden dat ook niet uit, we hebben dat nog steeds in huis. We maken gebruik van flexibele werkplekken. Hij kan helemaal tot het plafond gaan. De laatste tijd zie je dat klanten zeggen van, ja, wacht even, die projecten die grijpen zo erg in wat we zelf ook doen. Dat we het wel heel fijn vinden als jullie dichter bij ons komen zitten. Dus als je hier over de vloer loopt, zie je dat er best wel veel werkplekken, dat je denkt, waar zijn die mensen? En die doen de projecten op locatie van de klant. Want je ziet om 12 uur dat eigenlijk alle bedrijven die hier zitten, als ze dat willen, gebruik maken van lunchfaciliteit. Je kunt een heel eenvoudig broodje pakken. Vandaag is het aspergecreme, soepje, Portugese schotel. Ondanks dat als je hier over de gang loopt, lijkt dat heel rustig. En is het... Maar de dynamiek van de projecten is best wel behoorlijk. Dat kan zijn dat je bij wijze van spreken vandaag hiermee bezig bent. En dan morgen is er gewoon iets anders waar je direct bij betrokken moet zijn. En moet je volledig van context wisselen. Dus het kan een heel ander type klant zijn. Dat is echt iets wat je van tevoren moet beseffen, denk ik. Dat het bij ons zo snel en wisselend kan zijn. Hey jongens, hartstikke leuk dat jullie er waren. Tot de volgende keer.